Dan wil ik een paar argumenten met u doornemen die ik zo in de afgelopen weken voorbij heb horen komen en die denk ik relevant zijn voor de discussie. De eerste is, ik wil kunnen winkelen wanneer dat mij het beste past, dus ook op zondag. Een stelling die ik regelmatig tegengekomen ben. Deze stelling is erg ikgericht, immers, wanneer de persoon in kwestie zo spreekt, wordt direct aan anderen de eis gesteld dat zij voor deze persoon moeten gaan draven. In het debat heb ik dat ronduit als egoïstisch ervaren. Meneer Van der Weert, u heeft nog 1 minuut. Een hele bijzondere was de opmerking, een kat in het nauw maakt rare sprongen. Bij het flyeren in het centrum ontmoette ik een ondernemer die bewust op de tweede Pinksterdag was bezig kijken wie in het centrum van Ede de winkel geopend had. Zijn conclusie was dat hij nu precies kon zien met welke bedrijven het wel heel slecht gaat. Ieder normaal denkend mens wil toch op zo'n dag ook vrij zijn, al dus deze winkelier. De heer Van Druiten. Dank voorzitter. Ik vraag me af of de meneer Van der Weert zich ook van bewust is dat die zondagrust opleggen, ook door een groot gedeelte die daar niets mee heeft, ook als egoïstisch ervaren wordt. Heer Van der Weert. Ja, u raakt hier aan een ander spanningsveld. Dat is namelijk de democratische meerderheid versus een democratische minderheid. Dat is over en weer het geval. Wij zullen met elkaar hier een besluit over moeten nemen. En hoe het besluit ook uitvalt. Er zal altijd een partij zijn die zegt van, ik voel dat de tegenpartij mij overroelt. Maar dat is wel de democratie waar we in zitten. En wat denk ik heel belangrijk is in dit debat wat we met elkaar voeren, is dat we dan in staat zijn om dat niet tegen elkaar te zeggen in de sfeer van, ik verwijt jou dat. Maar dat we tegen elkaar zeggen, ik vind het niet fijn dat u vindt dat. Maar wel respecteert dat er een meerderheid is die het andere standpunt inneemt. Want zo staan we tegenover elkaar op dit moment. Heer Van Druiten. Ik vraag me af of het begrip meerderheid of minderheid is voor u helemaal niet een leidende rol in uw stellingname daarin. Want of u nu de meerderheid die heeft of de minderheid bent, u wilt in beide gevallen om principiële redenen niet de koopzondag invoeren. Nee, dat mag helder zijn. Als SGP zijn we daar van begin af aan heel helder in geweest. Het referendum vonden wij totaal overbodig. Dat hebben we ook aangegeven. We hebben ook tegen het referendum gestemd om het in te stellen. En we ook beneden ook aangegeven dat al zou bij wijze van spreken 100% van Edenaren voor koopzondag zijn, wij als SGP dan nog niet mee kunnen in het instellen van de koopzondag, omdat wij daar principiële bezwaren tegen hebben. Zo ligt het nou eenmaal bij ons. Maar dat neemt niet weg, wij moeten opereren in een democratie. En in die democratie gaat het uiteindelijk wel om de helft plus één. Meneer Van der Weert, vervolg uw betoog. U heeft nog een paar seconden. Ik ga proberen tot een afronding te komen en ik wil dan nog 1 aspect aantippen. Dat is in de debatten heb ik gemerkt dat van 2 kanten heel veel emotie gepaard gaat met deze discussie. En ik ben geschrokken van de polariserende werking die ervan uitgaat. Zowel de winkeliers die voor de koopzondag zijn, als degenen die tegen zijn, die durven dit eigenlijk niet openlijk aan te geven. Ze zijn allemaal bang dat een deel van hun klanten hen zal mijden als ze een keus gemaakt hebben. En als wij als raad in meerderheid tot besluit komen voor het instellen van de koopzondag, dan dwingen wij die winkeliers wel tot het maken van een openbare keuze. Immers, de winkel gaat dan wel open of hij gaat niet open, maar een compromis daarin zie ik niet. Dus eigenlijk alleen het besluit om geen koopzondag door te voeren, voorkomt dit effect. Oké, meneer Van der Weert, dank. De heer Van Druiten. Ja, sorry, dan ben ik de 3e keer terug. Maar bent u zich er ook van bewust dat het ook juist voornamelijk uw achterban is die winkels mijden als ze op zondag open gaan? Dus die druk die u beschrijft, die wordt vaak door winkeliers eerder van uw achterban ervaren op het moment dat ze op zondag open gaan, dan dat het andersom het geval is, want die staan er vaak wat liberaler in die zin. Ja, mevrouw Peters. Ja, dank u wel. Ik had ook een interruptie over het onderzoek. Het onderzoek van de Christelijke Hogeschool, dat is, ik vind het een beetje een gekleurd onderzoek. En het komt misschien door 1 woordje in het hele onderzoek, maar goed, dat maakt het voor mij gekleurd. 45% van de binnenkommers zou gaan winkelen in Ede. En dan staat er dus, dat is een minderheid. Dan denk ik, dus, zo van, we hebben gelijk. Weet je, dat vind ik al een minpunt aan het onderzoek, los van de vraagstelling. In vergelijking met het manifest van wat u net erbij haalt, 139 ondernemers zijn gevraagd. Hè? De namen staan erop, dat is niet anoniem. 125
29 ondernemers van die 139 waren voor. Dus dat vind ik een beter beeld schetsen dan het verhaal van de Christelijke Hogeschool. En het had ze misschien gesierd om dan, toch, als het dan toch over Bennekom gaat en Ede gaat, dat ze dan op zondag toch even bij de Wageningse supermarkt hadden gestaan om daar een telling te doen. Maar goed, ik begrijp dat het onderzoek ook niet op zondag gaat gebeuren. Nou, dat is een heel terechte conclusie, dat zouden we zeker niet. Openings- en sluitingstijden zijn veel centrumbezoekers een doorn in het oog. Gelukkig begint dat bij de ondernemers nu ook een beetje door te dringen. Een ander punt wat duidelijk naar voren komt is het gezamenlijk optrekken van de ondernemers. Regelmatig wordt aangegeven dat de koopzondag alleen maar een succes wordt als een grote meerderheid meedoet. Gezien de cijfers die ik net genoemd heb, ligt daar wat het ChristenUnie betreft een punt van aandacht. Want wat wordt straks hoe wordt straks de morele druk opgevoerd? Hoe wordt die ervaren om toch maar mee te doen? Je zult maar als ondernemer aan je linkerkant 2 winkels hebben die opengaan en aan je rechterkant 2 winkels die opengaan. Hoeveel keuzevrijheid zou die ondernemer dan nog ervaren? Voorzitter, een paar punten die de ChristenUnie verder nog opvielen en regelmatig terugkwamen in de gesprekken. De heer Van der Weert had mijn bijdrage kunnen lezen van die, hij nam het eerste punt ook al. Ik heb hier letterlijk staan, ik wil kunnen winkelen wanneer ik dat wil en hij gaf dat ook aan. Oftewel, volledige keuzevrijheid voor de consument. Een opvatting die past in het hedendaagse neoliberale denken. Maar wat de ChristenUnie betreft, moet het ook over de consequentie van die keuzevrijheid nagedacht worden. Als ik dat wil, wat betekent dat dan voor de ander? Meneer Veuvel, ik zie een vraag van mevrouw Peters. Mevrouw Peters. Ja, dank u wel, voorzitter. Keuzevrijheid, mooi woord. Wat vindt u ervan dat er dan nu geen keuzevrijheid is? Ondernemers die graag willen, maar niet mogen op grond van een christelijke geloofsovertuiging. Ik zou liever zien dat mensen een keuze hebben. Niet geschoten is altijd mis. Heer Veuvel. Voorzitter. De heer Van der Weert gaf daar ook al aan, wij leven hier in een democratische rechtsstaat. En vanuit het verleden hebben wij in Ede de winkelsluitingstijdenverordening zo opgesteld zoals die op dit moment is. En dat is een democratisch principe geweest. Meneer Van Druiten, aanvullend hierop. Heeft u misschien daar de afgelopen jaren nog een kentering in gezien? Dat de christelijke meerderheid misschien gekanteld is? Of ziet u die ontwikkeling niet? En denkt u dat u nog steeds in de positie bent om heel paternalistisch een keuze aan winkeliers op te leggen? Vanuit een christelijke overtuiging, wat voor heel veel mensen helemaal ja, ook geen waarde heeft. Hè? Wees u zich daar ook bewust van? De heer Van Heuvel. Voorzitter, wat wij ja, vanavond nemen we geen besluit, wellicht over 2 weken. Wat dat besluit ook zal zijn. Je legt altijd bij de ondernemers leg je die keuze neer. Nu hebben we voor de ondernemers die keuze gemaakt. Je kunt dat paternalistisch noemen, je kunt dat ook beschermend noemen. Ik zie het liever als beschermend. En dan hebben we het ook over de 7x24-uurseconomie. Ik zie het als een bescherming voor de ondernemers. En dat met name, en dat aspect heeft de heer Boot ook genoemd, in dat opzicht ook voor Ede zelf. Want als je kijkt wie er nou de grootste voorstanders zijn, de mediamarkt, de V&D, oftewel de grote winkelketens en de kleintjes die gaan weg uit ons straatbeeld. De heer Van Druiten. Dat is niet waar, want als u de krant leest was er laatst nog die christelijke boeken verkopen met een kleine winkeltje. Die wou juist open op zondag, dus dat is een heel gemêleerd beeld wat u ons voorspiegelt. En de werkelijkheid, de realiteit is nu, u noemt het beschermend, maar feitelijk legt u gewoon een verbod op. En als u het voorstel wat straks voor gaat liggen, is dat de ondernemer nog steeds zelf kan bepalen om wel of niet open te gaan. En dan kan dat inderdaad zijn als hij daar geen brood in ziet om dat niet te doen. Maar u geeft zelf al aan in uw voorbeeld, van dat mogelijk toch, want dat is het dubbele in uw verhaal. U zegt de ene winkelier is misschien, voelt toch een soort morele druk. Dat geeft aan dat het toch wel winstgevend is. Anders is die morele druk er namelijk helemaal niet. Dave Heuvel. Nou, over winstgevend heeft volgens mij de heer Van der Weert het ook gezegd dat als je landelijk kijkt in de voorlopers die met de koopzondag begonnen zijn, zie je een kentering komen. Er zijn verschillende grote steden die teruggaan in aantal koopzondagen. En in sommige steden begint zelfs een roep om maar weer helemaal van die koopzondag af te stappen. Buiten, een laatste keer op dit punt. Nou, niet. Nee, jawel. U heeft het, dat is heel tegenstrijdig wat u zegt.
Want op het moment dat, dat uw doemscenario klopt, hè, dat het allemaal niet winstgevend is wat u nu zegt, of in sommige gemeentes, dan valt die morele druk ook weg. Want degene die dan gewoon uit de christelijke overtuiging niet over wil, het is toch niet winstgevend volgens u. Dus dan is er niets aan de hand. U haalt uw eigen verhaal met uw eigen argumenten onderuit. Meneer Veuvelen, ik heb geen vraag gehoord. Maar de PvdA beseft ook goed dat de uitslag vraagt om respect voor elkaars standpunt. En om flexibiliteit van alle partijen. Wij, de Edese politici en deze raad, moeten onze dogma's durven loslaten. Want welk besluit wij op 9 juli ook zullen nemen, er zal altijd een grote minderheid zijn die liever een andere keuze had gewild. Voorzitter, laat ik duidelijk zijn. Gezien de uitslag is het voor de Partij van de Arbeid helder. Er zal een vorm van zondagsopenstelling moeten komen. Zo leest de Partij van de Arbeid de uitslag van het referendum. En wij leveren graag een bijdrage aan een zo breed mogelijk gedragen oplossing daarvoor. Meneer Van Huiste, hartelijk dank. Maar ik zie toch nog iemand naar de interruptiemicrofoon snellen, de heer Van Druiten. Ik zou graag willen weten wat de heer Van Huiste bedoelt met een zo breed mogelijk gedragen voorstel. Ik neem aan dat dat niet een coalitie-oppositieverhouding wordt. Dat u puur ook uw programma gaat uitvoeren. En dat u niet met constructies aankomt zoals met het ambtsgebed. De heer Van Huiste. Als ik een constructie kon bedenken zoals met het ambtsgebed waar de hele raad voor stemt, zou ik dat onmiddellijk doen. Nee, het is één vraag, het is één antwoord. Anders lopen we echt. De heer Van Milligen nog. Ja, voorzitter, één vraag. Meneer Van Huiste zei van we moeten respect voor elkaar standpunt hebben. En de PvdA is weer voor een vorm van zondagopenstelling. Uw verkiezingsprogramma was heel helder. Het was voor. U zegt ook de conclusie van het referendum is hartstikke helder. Ede stad of, moet voor zijn, dus zijn we voor. Maar toch gaat hij weer draaien, denk ik dan een beetje. En een vorm van zondagopenstelling, wat bedoelt u daarmee? En dan moet ik toch inderdaad ook denken aan het ambtsgebed. En zegt u, de hele raad is voor geweest. Maar dan krijgen we echt van die compromissen. Ja, boter nog vis, of hoe noem je dat? Vlees nog vis. Ik vind het gewoon, wat is nou een vorm van zondagopenstelling voor een PvdA-partij die affiches heeft geplakt, hartstikke voor, stem ja, de bevolking heeft ja gestemd in Edestad. En dan zeg je nou, we moeten zien dat we het allemaal elkaar eens worden en dan lekker iets algemeens, een uurtje op de zondagmiddag open of zoiets. Uw vraag is duidelijk. De heer Huiste. Ja, ik weet niet waar die meneer vanmiddag heen wil. Ook bij het ambtsgebed was volgens mij de oplossing heel helder en is die volledig in lijn met wat ik de hele tijd gezegd heb. En ook dit is volledig in lijn met wat in ons verkiezingsprogramma staat. We willen graag zondagsopening. Alleen ik ga nu niet zeggen of dat 12 zondagen of 24 of 2. Laten we daarover praten en laten we daar een mooie gezamenlijke oplossing van maken. Ja, ik vind het zelf toch net even iets te makkelijk. Kijk, want er komt duidelijk uit het onderzoek naar voren dat veel van de werknemers het niet zien zitten om op zondag te werken. Dus dan kunt u wel het aan de markt overlaten of wat, hoe u dat dan ook noemt. Zo van dat de ondernemer die moet dat maar afspreken met zijn werknemers. Maar er komt heel duidelijk naar voren dat zij als groep het toch duidelijk bezwaren tegen hebben. Zou u daar niet op de een of andere manier iets mee willen doen, mocht het tot een koopzondag komen? De heer Van de Klok. Heel kort. Dan kom ik weer terug wat ik net ook al met de interpellatie heb gezegd, van als je redeneert vanuit marketing, de consument bepaalt en de andere partijen die volgen. Dat is les 1 in de marketing, hoor. Goed. Als laatste op dit onderdeel. Ja, snel. Helaas, wat wij in de raad doen is geen marketing. Wij zijn hier niet met een markt bezig. We zijn gewoon bezig met een maatschappelijk fenomeen om dat te duiden. Daar laat ik het. Goed, geen vraag, wel een opmerking. De heer Van Druiten, korte vraag. Ja, mag ik vragen of de heer Van den Berg tegenwoordig woordvoerder is van GroenLinks of GroenLinks Progressief Ede? Want ik hoor dat niet. De heer Van den Berg, namens GroenLinks Progressief Ede. Ja, dank u wel, voorzitter. Nou, u zegt het al meteen duidelijk. Het is GroenLinks Progressief Ede. En waar wringt hem bij u de schoen? Omdat uw vraag alles behalve een progressief karakter had. Goed. Nee hoor. Dat ben ik niet met u eens. Over referendum. We hebben nu een uitslag van het referendum liggen. Ik neem aan dat u dan wel afspraken gemaakt heeft wat te doen met een uitspraak van een referendum. Anders ga je zo'n referendum toch niet instellen. Daar hebben we uitspraken over gemaakt, dat klopt. Welke dan? Dat we iedereen daar vrij in laten. Goed, ja. Genoeg op dit punt. Is dat een coalitieafspraak? Wil je op zo'n manier een coalitie vormen? Ja,
Dat willen wij. Oké, okay, ik zal het onthouden. Meneer Van Druiten, het lijkt me goed als u uw stoel straks pakt en die naast de interruptiemicrofoon zet. Dat scheelt weer heen en weer lopen. De heer Van Druiten. Vindt u het plus aanlokkelijker dan uw principes? De heer Van Heuvelen. Nee, meneer Van Druiten. Wij hebben in de onderhandelingen hebben wij verschillende principiële punten ingebracht. En niet allemaal hebben we binnen kunnen halen. Heer Van Druiten. Mag ik dan vragen waar we uw principiële standpunten dan in dit college terugvinden? Want de praktijk wijst blijkbaar anders uit. Heer Van Heuvelen. Dan heeft u de afgelopen jaar met de oren dicht geluisterd, meneer Van Druiten. Maar mag ik vragen, als u iedereen er vrij in wil laten, u zegt wij willen daar iedereen vrij in laten, waarom wilt u daar de winkelier dan niet vrij in laten? Heer Van Heuvelen. Ja, voorzitter, we hebben binnen de coalitie hebben we de afspraak gemaakt, omdat we vonden dat dit een dilemma was waar je, nou ja, je kunt er dagen over vergaderen en daar kom je niet uit. Geef ik het woord aan burgerbelangen. Wie mag ik het woord geven? Mevrouw Peters. Ja, dank u wel, voorzitter. Alweer een laat tijdstip, hè, waarbij velen ook weer de rust gaan zoeken. Maar goed, burgerbelangen gaat van start. 10 juni, raadgevend referendum hebben we gehouden. Het was best leuk, voor een keer, het leven op straat. We hebben ervan genoten op de een of andere manier. Maar de uitslag, ja, wat vindt burgerbelangen van de uitslag? Natuurlijk hebben we daarnaar gekeken. Daarnaast ook naar andere zaken. Wij hebben een heel mooi verkiezingsprogramma uitgebreid omschreven. Daar houden we ons ook braaf aan. De enquête die gehouden is onder de winkeliers, die speelt ook mee. Hè. 59% van Ede Centrum was daar voorstander van de koopzondag. Het manifest, wat door 125 ondernemers van Ede Centrum ondertekend is, als ook geluiden op social media en mensen op straat. Hè, wat te denken bij social media van de Facebookpagina, wel koopzondag in de gemeente Ede. Met een meerderheid van ruim 3000 likes, in tegenstelling tot de tegenhanger geen koopzondag in Ede. De uitslag. Ja, wij beschouwen de uitslag van het referendum als een progressieve uitslag. We zien ook een kentering in Ede. 2010, voor het eerst was er sprake van een niet-confessionele meerderheid in de gemeenteraad. Dat was best wel groot nieuws in Ede. De meerderheid van deze gemeenteraad bij die gemeenteraadsverkiezingen is in 2014 overeind gebleven. En ook uit de uitslag van het referendum maken wij dit toch op. Gezien het feit dat tegenstanders juist gaan stemmen, en zeker daar waar het principiële redenen betreft, valt het verschil van 14,2% over de hele gemeente onze fractie mee. 10 jaar geleden had hier echt een veel overtuigendere nee geklonken. Een progressieve uitslag dus. Het mogen ook wel duidelijk zijn dat de buitendorpen grotendeels verantwoordelijk zijn dat er een kleine meerderheid over het geheel gezien tegen de koopzondag is. Niet anders dan onze fractie ook verwacht had. Tijdens het debat op 16 april gaf onze fractie al te kennen een voorstander te zijn van referenda, daarom stemden we ook in, maar dat het voor het onderwerp niet noodzakelijk was. De uitslag zou niet zorgen voor een eenduidig beeld. En zo geschiedde. Wij begrijpen het referendum, het was een uitvloeisel, ons inziens van de coalitieonderhandelingen en opgenomen in het convenant. Anders had wellicht het huidige college er niet gezeten. Dit was een tussenweg. De onderlinge afspraak die deze partijen gemaakt hebben, was het referendum en daarna zouden de handen vrij zijn. Dus wij waren daar ook heel erg benieuwd naar en zijn nog steeds benieuwd naar een mooi voorstel. Burgerbelangen was niet blij met de gestelde vragen tijdens het referendum. We hebben gepoogd met een amendement dit te verhelderen, maar we kregen helaas alleen steun van de VVD. Vraag 1 was wat ons betreft echt een strikvraag en die vonden we erg verwarrend. En dat blijkt nu ook uit het procesverbaal van de bevindingen. Ook kiezers vonden de vraagstelling verwarrend. Tevens een verkeerde locatie op de stembiljetten, buurtcentrum Veldhuizen, wat het kernhuis moest zijn. Hebben deze kiezers nog wel de moeite genomen om daarheen te gaan? Heel slordig, jammer, maar goed, het is achteraf niets aan te veranderen. Uit het referendum blijkt dat in elk geval een ruime meerderheid in de plaats Ede een voor de koopzondag gestemd heeft. Tel daarbij de enquête onder winkeliers en het manifest bij op en de koopzondag is wat burgerbelangen betreft in Ede Centrum een feit. Ook de super- en bouwmarkten kunnen open in Ede. Dan hebben we nog Bennekom, al eerder te sprake geweest vanavond. Een progressief dorp, dat bleek ook uit het referendum.
Hier leeft vooral de wens om de supermarkten op zondag open te stellen. Een nipte meerderheid is tegen deze koopzondag. He, met name ook wel door de stemmen in de Kraats. Maar goed, de Kraats hoort erbij. Totaal zit er nog geen 3% verschil tussen ja en nee. Voor onze fractie is dat minimaal. Plus het feit dat veel Bennekomers op zondag in Wageningen hun boodschappen doen, telt zwaar voor onze fractie. Onlangs nog gehoord dat de winkels in Wageningen, de supermarkten, zelfs een uur eerder open willen gaan, want mensen staan in de rij. Wij zien liever die rij bij de supermarkten in Bennekom. Kortom, de koopzondag deed in 1984 al zijn intrede. En nu ruim 30 jaar later, waarbij de gemeente inmiddels de vrije hand heeft, wordt het ook eens tijd in Ede om toch eens een poging te wagen om het aan de ondernemers te laten. En daarbij tevens een duidelijk beleid te voeren. Daarbij is werken op zondag niet nieuw in Ede. Zoveel voorzieningen zijn geopend op zondag. En mensen gaan bijvoorbeeld al lekker een ijsje eten bij de Bernardo's. Maar zou het ook niet fijner zijn voor zo'n ijssalon als er iets meer te beleven was? Ook weer meer klanten komen dan. En zelfs vroeger werd er in Ede gewerkt. Vanaf 1924 werd er op zondag gewerkt in de Enka-fabriek. Burgerbelangen is niet blij met het gekonkel van gedogen vrijstellingen. Het is een weerwar. Constant, vanmiddag heb ik contact gehad met de wethouder over supermarkt Marhaba op de Bellestein. Deze mag tijdelijk op zondag open, van 1 tot 9 uur, omdat het Ramadan is. Onze fractie begrijpt dergelijke uitzonderingen niet. Laat dan gewoon alle supermarkten open zijn in Ede. Ik neem aan dat deze mensen ook na de Ramadan wel voor dat verse broodje willen gaan. Het maakt het beleid alleen maar onduidelijker. En het lijkt erop dat geloof nog steeds de boventoon voert. Dank u wel. Mevrouw Peters, het woord is aan de heer Van der Weert. Dan wil ik daar die laatste opmerking meteen bij aansluiten. Want u zegt van, we kunnen ijsje eten en verder is er niks te beleven in Ede. Maar ik wil er toch op wijzen dat er minimaal 60 kerken zijn waar het grootste deel 2 keer per dag van open is. Die kunnen ook bezocht worden. Goed, mevrouw Peters. Ja, de kerk zou een mooie toeristische attractie zijn om bezocht te worden. Maar ik vrees dat toeristen niet alleen voor de kerk gaan. Ik denk dat ze er wel wat meer genot omheen willen zien. Oké, mevrouw Peters. U ook hartelijk dank voor uw bijdrage.